Yo. Je hebt het nog niet kunnen zien, maar we gaan naar binnen, we zijn weer met twee. We zijn in België, hè? We hebben 2 jaar geleden een vlog gemaakt hier, maar dat is al lang geleden. Dus we maken een betere en nieuwe. Oké, aangekomen in het park, dus we kunnen eraan beginnen. Daar kunnen we nog kiezen voor Aqualibi. Maar wij gaan ons vandaag concentreren op het park zelf. De inkomhal zit in ieder geval... Plein. Het ziet er beter uit dan die van Walibi Holland, want dat is zo'n beetje Las Vegas. Maar dan in Walibi-stijl, maar ik vind dit toch mooier. Welkom in Walibi. Ja. Johan is er ook bij. Helaas. Voor één keer. Toiletten is, wat wil dat zeggen? Toiletten. Dus we gaan naar rechts. De eerste attractie wordt direct een achtbaan Vampire. Normaal zal deze achtbaan een werwolf een beetje gerenoveerd moeten worden, maar... Walibi maakt het moeilijk voor zijn eigen. Ze gooien alles om. Ze maken allemaal plannen en ja, dan gooien ze het om. Dus ze maken het moeilijk. Dit is achtbaan 1. Dit is Vampire. Een voorkomen als dat zijn. Suspended looping coaster. Is goed. Beter uit dan de Condor in Holland, moet ik zeggen. Meer tussen de bomen. Ik vind de kleur ook mooier. En hij is soepeler ook. Dus gaan plaatsnemen. Ja. Welkom op de Vampire. Oké, okay, zegt ook eens iets. Zit hem in SLC, right? Maar jongen, hoe... Vekoma. Het is Vekoma. Ja, stop. Oké, okay, geopend in 99 en hij is bijna hetzelfde als de El Condor. Het enige verschil is de... De laatste bocht. De first drop gaat onder de laatste bocht door. En bij El Condor is dat tegenovergestelde. En hier hebben we nog op het einde zo'n slingerbocht. Ja, en deze is soepeler. Ja, en hij is, ik vind hem persoonlijk beter dan de Condor. Ja, want fuck. Oké, we zijn boven. Ja, snel binnen. Oké, mensen! Roll over! Ja! Oké, vol de bak in! Hey, 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 hey! Oké, side winder. Oké, dan nu de dubbele inline twist. Wow. Oké. Uitdraaien. Laatste bocht. En de remmen. En dat was de... Vampire. Omdat we Jonas toch mee hebben, kunnen we eens een uitzondering maken. Dit had ik helemaal niet vaker zien doen. Met Jonas in de... En hij mag ook eens reizen, hè. Ik denk niet dat sturen veel af van, zo. Nee, werkt niet. Nee. Bij sommigen, zoals die van de Efteling, kunnen sturen, maar ja. De geluidrails, die sturen nu toch de kant uit waar je naartoe moet, dus ja. Ja, we moeten toch wachten, denken we. Het is nog redelijk vroeg, dus deze zal lopen. Amai! We zullen nu gewoon moeten wachten op de volgende attractie. Dus... Nee. Daarom pikken we. Ik heb een rijbewijs. Ik ook, Daniel.
Oké, dit is gewoon in een pretpark een attractie, maar dit zie je nooit gebeuren. Ik die samen met hem in de auto zit. Ja, is. Met hem achter het stuur. Hier links hebben we de werewolf trouwens, die helaas nu niet aan het draaien is. Hoort de volgende attractie, maar ja, we moeten even wachten. Dus, dit is trouwens ook een van deze attracties die hier in het park terechtkomt, gebouwd was. Oldtimerbaan, die zien we vaak. Ja, je ziet dus dat de wielen niet marcheren. Die van de Efteling die doen het wel. Ah, dat sturen van? Ja, die van de Efteling dat kunnen wel sturen, maar ja, dat doen niet veel. Hè. Die geleiderrails. Sta stil! Die geleiderrails die sturen nu toch de kant op waar je naartoe moet. Hier hebben we een vijvertje dat eruit ligt. Ja. Fantastische reviewke zo zijn, hè. Dat was niet. Hé, draai je, hé! Loopgaru of werewolf? Oké, mensen. Welkom. Welkom op de werewolf. Jawel. Ja. Werewolf. De Verkeumenhoutachtbaan. We kennen er nog twee anders. Robin Hood, maar daar hebben we afscheid van moeten nemen. En Thundercoaster in Tussenfried. En ja, Verkeuma, ja. Die is al populair. Ja, dat is echt er goesting in. Hallo daar. Dat is hier de Vampire links van ons. Oké. Ik vind hem persoonlijk wel wat beter dan de Robin Hood, maar... Heel laat. Maar hij is niet veel soepeler, hè. Ze boven aangekomen. We gaan eens merken hoe soepel hij geworden is. Is hij vernieuwd of wat? Nee. Oké, first drop, 3, 2, 1. En... Wat de hel? Wow, ik zeg het, hij is niet veel. Maar ik vind hem een leuke baan verlopen hebben. Hou je fiets! Oké, vol airtime nu. Oké. Maak er weer een bocht. Oké, nog een paar airtime-heuvels. Oké. Easy. Oké, laatste helix. Ja, hij is niet veel beter dan de Robin Hood. Dat is wel nice. Maar hij heeft een leuk baan verlopen. Leuker dan Robin Hood. Maar een retrack, daar zou ik geen tegen zeggen. Op naar de volgende attractie. De 4D's cinema, genaamd Los Banditos, de 4D's cinema, ja. Die is trouwens dicht. Ah, en hier hebben we de Fab Store.
zieke naam. Het is ook nogal veel geld betalen voordat je otters kunt besturen. Maar je ziet, heel gans leuk. Spinning Vibe, de heus breakdance van het park. Normaal sla ik dit soort dingen over, maar het is toch een vlog slash review. Dus dan kom ik eigenlijk voor alle attracties. Dus, hij is niet zo heel extreem, maar... Nu is het apparaat, ja. Ja, hij heeft wel een thema, de trommels. Ja, dus ja, we gaan starten zeker. Oké, daar gaan we. Ja, we draaien van zijn eigen al. Er zit zo'n schijfje waarmee je kunt spinnen, maar volgens mij marcheert dat niet. Je kunt dat niet meer draaien. Nee, dat doet niks. Hij spint van zijn eigen, zo te zien. Ja, zoals ik zei, pretpark kwaliteit. Het gaat niet extreem, maar ja. We zijn niet vol een bakken. Ik ben met tijd zat, dus ja. Nu heb je wat rapper. Misselijk worden is moeilijk in deze ding. Ik ben niet, jongen. Ja. Voor mij mag dat een stuk extremer. Ja, spinning barrels. Wat jong, ja. Je hebt wel rapper, hè. De breakdance van Walibi België. We gaan nog even spinnen en dan zie ik u bij de next ride. En dan is het een waterattractie. Poolzar. Slang, het is nog niet. Poolzar. Oké, okay, welkom op de Pulsar. Rij 2, want rij 1 is dicht. Ja, zonder rijden. Waarschijnlijk omdat dat te nat kan zijn, maar het is een dikke zever natuurlijk. Oké, okay, eerst gaan we achterwaarts. Hij weet alles. McRide's Power Splash. Een prototype. Oké, okay. Ja, worden gelanceerd. Oké, okay, dan gaan we terug rechtdoor. En dan gaan we een versnelling krijgen. Oké, okay, vol een bak. Oké. Okay. Oké, klaar voor de splash. En nu vult de splash. Ja, ja. Voilà. Oké, 5, 4, 3, 2, 1, splash. Ja, rij 2 mensen, dat valt reuze mee, hè. Maar dat was Pulsar weer. Fantastische achtbaan. Allee, achtbaan, als je het een achtbaan wilt noemen. Maar ja, dit was Pulsar. Oké, ja, we komen bij de splashzone van Pulsar. We gaan eens zien wat de schade gaat zijn en of Jonas wel durft blijven staan. Oké. Hier komt-ie. Nee. Nog meer naar daar, maar ja. Dat is al de tweede keer dat het mislukt is. De flashback. We kennen de story een beetje. Flashback naar 1869. Oké.
boot, lekker gezellig. De boomstammetjes, flashback. Welkom op Flashback, hier in Walibi. Het eerste deel is heel mooi met al die lampen. Oké, dan gaan we naar de eerste takeling. Mooi stukje. Oké, komen we op een draaischijf. Dan gaan we draaien en dan krijgen we de eerste val achteruit. Oké, let's go. Oké, we zijn buiten. En ja, ik zei het eerste deel is heel mooi, maar hier valt het wel tegen. Er zijn er watersproeiers, waarschijnlijk tegen betaling, maar ja. Zie, zoals deze, het is gewoon een scare kot. Wat effecten zouden nice zijn. Kijk, we komen hier langs de pompen, je ziet het, draait met twee pompen. Deze. Oké. Ik ga weer terugdraaien. Oké, tweede valken en foto lachen. Oh. Kijk, hier hebben we ook nog zo'n kamertje. In 95 is deze attractie gebouwd. Maar jongen, hier stond vroeger de Rio Grande, een andere boomstamattractie. Ja. En ik ga Jonas zijn nek breken. Kijk, hier loopt al het water terug het meer in. Kijk, en dan laatste val. Daar, boven aangekomen. Hier nog een klein stukje water. En dan gaan we daar naar beneden. En dan is het hier hoe nat het wordt. Oké. Je uithangje. Ja, dat valt goed mee. En dan zijn we terug in 1869. Oké, flashback 1869, aan het einde gekomen van de attractie. Buzzau, de topspin van het park. Een paar keer over de kop en dat is het. Ja, houdt zijn eigen vast, hè?
Ja, dat was het. Nu wordt het pas goed. De Dalton Terrors, dat is de volgende. Voor dit geef ik het woord aan Jonas. We gaan de Dalton Terror doen. 77 meter hoogte. En vroeger natuurlijk in Dalton thema Lucky Luke, maar in 2014 verviel hun recht. Dus ze moesten de figuurtjes weghalen. Dus nu is het gewoon boven thema. Oei. Nee. Evacuatie heeft in zijn broek gedaan. Nee, jongen. Oké, mensen, welkom in de Dalton Terror. Deze is een Intamin. Ja, we hangen los, ja. Deze is een Intamin Freefall Toren. Ik kan Jonas niet te goed in beeld brengen. We zien Calamity Mine en de nieuwe baan, maar. Oh ja. Oké, als ik het een beetje zie ik het. Ja, dus. Oké, we zijn boven aangekomen en nu dit is het moment dat Jonas in zijn broek doet van de schrik. Oké, klaar. 3, 2, 1, je hebt klaar. En dan, als je was. Waarschijnlijk was je dan net zo gezegd. En dat was Dalton Terror. Leuk torentje. Oké, zie je een verschil met dat juist? Echt niks. Hij ziet er nogal wit uit, hè? Nee. Calamity Mine, de mijntrein van Walibi, is dicht. Er is een incident mee gebeurd laatst. En wat er precies is gebeurd, willen ze niet zeggen, maar het moet dus erg geweest zijn. Hij is al sinds een 13e of zo dicht. De trein is eraf gereden. Dus wanneer hem terug open gaat, is onbekend. Maar vandaag is hem dus dicht, maar... Ik heb wel wat beelden, dus die laat ik even zien en dan gaan we door naar de volgende attractie. Je ziet, de trein staat er gewoon op en het was gewoon een accident. Maar dat je dan echt zo lang de attractie weer moet sluiten, dat is toch zever, hè? Die huiskramen. Jonas, je moet dat nog spelen, jongen. Hij komt niet goed. Hier zie je wel het Jonas einde van pikken. Dat zit er aan, jongen. Mijn neuren om te spelen en het is onmogelijk te pakken met zo'n tang. En een klauw. Mijn kinderattractie. Paardjes ride. Welkom in Exotic World. Dankjewel. En deze is ook wel mooi, allemaal beplanting. Echt, en een speeltuin. Tropisch. Octopus, die stond er al vroeger, maar hij is goed opgeknapt met Exotic World.
Maar ik vind het wel raar dat hier wel nog staat in die keiverbaan dan niet. Ja, volgende attractie. De oude kaartbaan, maar die wordt al lang niet meer gebruikt. Maar hier kunnen we de bouw van de nieuwe megacoaster zien. Afrikaans themadeel wordt het. De naam is nog niet bekend, maar Intamin is de bouwer. 116 per uur ging die. En daar tussen de bomen zie je de non-inverting Cobra Roll, de eerste ter wereld. Dus het moet een fantastisch ding worden. Gedaan met Goliath, ja. Vergelijkbaar met Goliath, maar deze zal beter moeten worden. Veel beter. Volgende attractie is de Challenge of Tutankhamon. Op een donkere reis door Egypte. Oké, welkom op de Challenge of Tutankhamon. Oké, daar hebben we de deur. Oké, we gaan kennis maken met... Oké, we gaan kennis maken met Seth. Oké, de battle gaat beginnen. Oké, moeten we zien of we de schatkamer kunnen vinden. Hier hebben we Anubis. De god van de dood. Oké, we moeten hem gewoon proberen af te maken. Ah. Je ziet het. Ik doe nog maar weinig. 3000 vielers waar. Ik heb 3000. Ja, schrijvers. Jij hebt de beste. Oké, probeer die allemaal door te schieten. Ja. Die! Oké, die is dood. Oké, slangen. Shoot. Fuck. Scorpionicus. Maak hem kapot. Libellen. En u voelt de wind. Oké, set. Je einde is nabij. Voor chauffeur en Porsche. Ja, hij is dood. Oké, nu moeten we hopen dat we nog set mogen. Oké, laatste finale scène. Het moment van de waarheid is daar. Oké, nu moeten we hopen dat we hem mogen. Ja, we gaan naar set, come on. De finale. Oké, maak hem af. Ja, hij is dood. Oké, mensen. Ja, ik heb het goed gedaan. Het is ons gelukt. De schatkamer. En aanschouw de schatkamer. Wat een lelijke kamer. Dat was weer een spannende... Dat maakt deze attractie zo leuk, hè. Oké, nog een extra scène hier.
Maar deze was Challenge de Tagamon, een van de beste dark rides die ik ooit heb gedaan. Volgende attractie, de Tiki Waka. Oké, we zijn in Tiki Waka. En het begint juist weer te druppelen. We gaan starten. En hier een heel aparte bocht. Een heel apart ding is dat. Dat gaat hem terugkrijgen. En dan... Dat gaat hem laten. What the fuck? Oké, daar gaan we weer. Oké, we remmen en... En nog een laatste bocht. En nog een laatste bocht. En nog een snel time en... Exotic World is wel mooi onderhouden. Walibi doet het goed met teaming tegenwoordig. Ja, anders gaan wij het kopen. Hij zit te wachten op iets, hè? Bubblegum! Wat is keer is dat een stick? Lekker hè? Dat is het niks op. Dat is precies stampasta. Dat is precies stampasta, jongen. Dat is wel lekker, hè? Jongen, dat is precies stampasta, ja. En zo met hem naar Psyche Underground. 380. Kom maar Jonas, even een vriend. Het station staat er nog, maar de stoomtrein zelf is al lange tijd verwijderd. Zo, naar de volgende attractie. Salsa Fiesta. Dat is de theekopjes ride van Walibi. Oké, mensen, het begint een beetje te miseren, dus we zijn net op tijd bij Psyche Underground. Oh mensen, nu is Jonas toch content, hè? Bobby Holland heeft die attracties verwijderd en nu is hem toch content, hè? dat hem de attractie hier terug kan doen. Dus Nee, hoop ik alleen ga, gast. Jonas wil erin. Nee, we gaan dan start de spinning. Het is anders wel zijn favoriete attractie. Psyche Underground. Met de beste soundtrack die ik ooit heb gehoord in een pretpark. Voor deze attractie geef ik het woord aan Jonas. Ja, dus de attractie is geopend in 1982 onder de naam Sirocco. En toen was hij nog niet indoor. En een beetje later, in 1999, hebben ze die deels overdekt en was het de turbine. Wegens geluidsoverlast. En nu is het Psyche Underground en helemaal overdekt. En dan gaat maximum 35 per uur of zo. En lancering. Ah ja, was vroeger met een vliegwiel en nu is het met inductiemotoren. Vliegwiel is. Dus ik kom installeren voor je. Is hier te vinden. Je kunt het nog altijd zien. Met dat vliegwiel is er dus een accident gebeurd. Dat was er met die looping. 1,5 uur vast. Omdat het vliegwiel niet rap genoeg ging. Maar dat is. Een vliegwiel, dat is echt zo'n shuttle-loop lanceringssysteem van vroeger. Nee, dat heb ik niet gedaan. Zo'n Schwarzkopf kwaliteit, maar we weten allemaal dat Schwarzkopf fout is. Ja, een speciale trein, laat maar zien ze weten.
heel jammer, want het is wel een goed lopend bedrijf geweest. Het maakt fantastische achtbanen, waaronder deze. Zolang die hypercoaster er niet is, blijft dit mijn nummer 1. Het is een baan van zo rond de 200 meter, maar die extreem goede looping. Ja, we zullen maar instappen. Ja, doe dit wel op, papa. Gewoon al die zwetten. Welkom! Bedankt op de kiezen voor Psyche, de geweldige, geweldige grotten. Wij zijn professioneren en wij bieden een onverschrikkelijke tocht in onze grotten met uw formidabele bewoners. Voor een behouden tocht! Enkele veiligheidsvoorschriften. Hou altijd arm en benen starten binnen in de trein. Niet eten, niet drinken, niet roken, niet gooien met zak of kleine roertje. Maar vooral, maak niet te veel lawaai. Normaal gezien is alles veilig en zonder enig probleem. Als dit niet het geval zou zijn, in geval van nood, gebruiken wij ons explosief turbo-evacuatiesysteem die gediend wordt door ons hoogopgeleid personeel. Goede reis! Hey, welkom op Psyche Underground. Alles klaarmaken voor de lancering. Oh. En daar gaan we, ja! Yeah! Oh. Wat een looping! En nu gaan we alles achteruit doen. Vol door de station heen! Fantastisch ding, mensen! Take you underground! Volgende gebied, Fun World. Dan zijn we in het Kids Playland, Fun Pilot en Palais de Genie. Deze was het voormalige Walibi Playland. Nu is het Fun World geworden. Dus alle kinderattracties staan hier samen. Dus Jonas is hier in een droom. Dat moet ik een keer goed gaan. Hallo. Nee, ga maar, joh. Mag dat niet? Nee, daar dat ik dat niet goed voor. Ga jij maar met attracties. Palais de Genie. Een soort markt.
Dat is de lamp die ik ga kopen. Welkom in het paleis van de geest. Zie, Raja River. Kun je er ook zwemvesten pakken, dat is iets voor Jonas? Ja, zomaar met mij. Ik kan beter zwemmen, ik heb een C-diplom. Pak er maar een, joh. Ik heb zwemdiplom C, jong. Met obstakels onder water. Dat is valt tegen ineens. Ja, zwemmen. Jij pak jij dus maar een vest. Jij zwemt als een hond, gij. Weet, lekker wordt je net. Welkom op Raja River. Overtreding. Hij moet er filmen. Welkom op de beste rapid van de Benelux. Daar is ze. Lekker, ja. Voor al die kwaliteit is dat nog wel goed. Kijk, ik zal iemand de golven in beeld brengen. Hij kan zelfs erger worden dan River Quest. Hier hebben we het golfbad. Hier zijn... Dat zijn geniale golven hier. Wat een plezier.
Dat is wat anders, dat is wat anders dan bijvoorbeeld piranha. Allee. Oké, okay, wie daar tegenaan komt is de zaak. Dat zijn ik zo te zien. Oh nee. Oh nee. Jawel. Het is niet waar. Ah, de waterval. Nee. Ja, mijn rugzak is naar na de zak. Als je wint al deel, de splash, hè. Mijn schoenen zijn weer... Mijn schoenen zijn aan stof, hè, dus ik leg die daar. Mijn schoenen zijn weer naar de zaak, hè. Oh, jee, jee. Jawel, man. Oppassen voor... Nee, nee, nee. Geef dat maar terug, geef dat maar terug. Geef mijn rugzak terug. Oké, okay, dan hebben we nog een golfje. Oké. Okay. Ah, die viel mee. Oké, okay, dan komen we bij Raja. Bonjour. Bij de stralen. Oké, okay, beter gaan we nu te goeie doen. We gaan een schrap zetten. Ja, we gaan een schrap zetten. Hè. Ah, Mis staat ook aan. Zo te zien, die was ook kapot de laatste keer. Mist. Ja, dat is duidelijk dat ik kan afwerken. Ja, miljarden toch, hè? Ja. Dat stopt niet. Allee, nu gaan we naar het laatste onderdeel. De muur van water. Oké, okay, het leukste stuk komt eraan. Okay, de fonteinen staan niet hard, zo te zien. Ah, die fonteinen staan wel uit. Oké. Okay. Nu hoop ik dat ik niet achterwaarts naar door ga, want anders, come on. Ja, ja, zo, ja. Niet omdraaien, please. Oké, there we go. Oh, nee. Zit. Shit! Dat gaan we niet meer doen vandaag. Oh, die was echt... Die was verschrikkelijk. Oh. Moet je nog eens zwart? Kom maar. Amai. Dat was Raja River Blijf, toch een van de beste rappers. Ja, de natste. Ja. Ooit gebouwd. Op. Ja, het vliegend tapijt. Vroeger Alibaba is een soort lambada van de kermis. En Jonas gaat ze nou amuseren, hè? Jonas zijn favoriete attractie. Ziet hem eens genieten. Welkom in Karma World en Popcorn Revenge. Dat gaan we nu doen. Draakorno, de Maaier. Hey, we hebben daar de Corn King. Allemaal bekende films in popcorn gestopt. Ik vind het is mooi afgewerkt hier.
Ja, maar ze weet dat hè. Oké, welkom in de Popcorn Revenge. Je hebt wat moeten eten. Op dat scherm daar. Maar ik denk niet dat je hier al bent. Jawel, hier al. Ja, witte. Dat zou hier wel eens hebben. Cinema kamer. The Walking Dead. Oké, dat was het weer. Het is totaal mijn ding, die mensen, maar ja, we hebben hem weer gedaan. Nee, het duurt me kan, hè. Ik heb nog nooit gedaan. Oké, op naar de volgende attractie. Ja, moet ik niet meegewerkt. En de volgende, de Cobra. We komen op Boomerang. Oké, welkom op de Cobra. Die tegenwoordig. Ja, wat is het? Zo'n beetje groen is, gehaatskleur. Mooi kleur, hè? En de trein blauw. En we zitten met een goede uitzicht, vind ik. We komen op Boomerang, daar hebben we Aqualibi, als je het kunt zien, waarschijnlijk niet. Vergelijkbaar met Speed of Sound, alleen ja, die is veel mooier afgewerkt dan deze. Wel in de bijruimte. Ja, ik zeg het, daar is een Rapido van Aqualibi. Oké, we gaan speed naar beneden. Dan gaan we van boven. Ja, ongeveer toch. Dus we gaan nu tak los en gaan. Gaan we die kant wel aan. Very basic ride, maar toch een crazy ride. En de eerste keer dat we maar in doen. Oké, let's go! Vol ja, naar boven. Ah, achterwaarts wordt enger. Om dan weer achterwaarts terug te gaan. Dat wordt crazy. Oké. Juppla. Zes keer over de kop. En uiteindelijk is het toch begonnen, het is beginnen regenen. Wat doet u bij jou? We hebben nog een tour in de Roger in de grond. Oké, het is jammer dat de dag compleet in het water gevallen is. Letterlijk. Maar ja, dit was de vlogje in Walibi. Ja, en dan werd ik graag nat. Het was weer plezant. Dit was de review. Ja. En de attracties Calamity Mine, dat een incident is, die hebben we vandaag helaas niet kunnen doen. Maar verder Vampire, Werewolf, Cobra zijn ja, basic attracties. Raja River. Ja, spijtig. Die hebben we juist in de regen nog eens gedaan. Dat was helemaal nat. Ja, dat was verschrikkelijk met de regen erbij. Psych Underground.
de achtbaan daar achter. Ik vraag me erop om daar volgend jaar naartoe te gaan. Megacoaster. Een megacoaster. En ja, dan zou ik zeggen, dit was de video, like en abonneer. En dan moeten we nog naar de regenstation te komen. Ja. Ciao. Laters.